interview met VVD-basher. De VVD-kamerleden stemmen als ze teut zijn. En dan zijn ze ook nog stemvee. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra intimideert. En er heerst een gigantische angstcultuur bij de partij. Het zijn zomaar wat statements van oud-VVD-kamerlid Eibosje Berkmoes. In haar nieuwste boek, in haar boek Voorlichting, loop met u mee tot het ravijn. Mijn ontluisterende jaren in de VVD-fractie. Nou, mevrouw Berkmoes, dat is best heftige taal. Eerst even kort, u bent van 2011 tot 2017 kamerlid geweest bij de VVD. Wat was uw portefeuille? Aanvankelijk had ik de portefeuille sociale zaken, werkgelegenheid, een heel klein onderdeel daarvan, kindregeling en kinderopvang en vrouwenemancipatie. En toen viel al snel het kabinet en toen gingen we naar Rutte 2, 41 zetels. En toen had ik ook meteen weer een andere portefeuille, want dan krijg je een reshuffle. En toen kreeg ik defensiepersoneel. Ja, maar goed, u heeft uw kamerlidmaatschappen volbracht, zeg maar tot 2017 in ieder geval. Ja, dat is een hele stevige taal die u uitslaat. Kunt u het eens samenvatten? Wat gebeurde er allemaal bij de VVD? Ja, nou in mijn boek Voorlichting loop met u mee naar het ravijn beschrijf ik eigenlijk hoe de macht werkt. Omdat als je in die bubbel zit, Den Haag is toch echt wel een bubbel, dan is het heel lastig om dat uit te leggen. Er zit een soort sfeer, een atmosfeer in waarin je zit, waar je moeilijk uit kunt stappen. En als je daar echt afstand van wil nemen, moet je echt helemaal uit die wereld stappen. Mm-hmm. En ik heb voor mezelf even een analyse gemaakt van, goh, dit was qua gevoel geen normale wereld, maar waar lag dat dan eigenlijk aan? Ja. Nou. En daar gaat mijn boek eigenlijk over. En dan heb ik het over een aantal dingen. Dus de kadaverdiscipline die iedereen hoort roepen. Hoe werkt dat? Een afdeling voorlichting. Beeldvorming is ontzettend belangrijk. Hè? Ik bedoel, de Kardashians, die zijn hartstikke beroemd. Maar niemand weet wat ze doen. Dus die beeldvorming die is gewoon onwijs belangrijk. Ja, en u zegt de Kamerleden die lopen echt aan de hand van de voorlichters. Ze moeten ze meelopen. Maar maak het even concreet voor mij. Laten we bijvoorbeeld ingaan op dat teut zijn van Kamerleden als ze moeten stemmen. Ja, ongelooflijk eigenlijk. Zitten ze echt onder invloed in de plenaire zaal? Nou, kijk, voor mij is dat helemaal niet meer verbazingwekkend. Want wat is dat? Er wordt een motie van wantrouwen ingediend. Vaak werd dat door de Wilders of door de SP, PVV of SP werd dat ingediend. En dan moet je wachten totdat het debat is afgelopen. En dan moet de hele Kamer moet dan in die plenaire zaal gaan zitten en gaan stemmen. Dus achter de schermen, wat gebeurt er dan? Je gaat eten 's avonds. Je hebt dan een hele lange dag achter de rug. Dan gaat iedereen vaak nog even aan het werk. Maar heel veel mensen blijven in Nieuwsport hangen of gaan in tentjes daaromheen eten. En daar wordt ook wel wat bij gedronken. Ja. Dus mensen vallen daarna in slaap moeten dan worden gewekt. En het is heel makkelijk om als politicus alcoholist te worden. Ja, maar Kamerleden stemmen dus dronken of aangeschoten. Heeft u daar eigenlijk concrete namen bij? Nou, ik ga niet echt concreet namen noemen. Maar je zag wel mensen extra vrolijk even zo in de bankje schuiven. En je krijgt dan via de ambtelijk secretaris op een sms'je door van we stemmen uiteraard ja of nee. Ja, maar hoeveel biertjes of wijntjes hebben die Kamerleden dan op? Nou, ik was er niet bij, want ik hield daar niet van. Maar wat denkt u? Ja, geen idee. Nee. Maar voldoende om niet meer te kunnen rijden. En de meeste mensen wonen ook, hebben hun appartementjes eromheen. Dus. Niet meer rijden, maar wel stemmen. Een ander punt, Halbe Zijlstra. Kwalijk genoeg, ja. Ja, Halbe Zijlstra, u noemt hem intimiderend. Maak dat eens concreet. U gaat naar Halbe Zijlstra toe. Hoe gaat zo'n gesprek dan met hem? Wat is intimiderend? Nou, heb ik ook in mijn boek beschreven van hoe werkt dat? Hè? Hoe hou je al die kikkers in de kar? Want het zijn Kamerleden hebben allemaal hele mooie ideeën met idealen. Maar die moeten allemaal voor dat VVD-ideaal gaan. En dan moeten er geen mensen rare dingen gaan zeggen. Dus dan is het heel belangrijk dat je heel gedisciplineerd werkt. Mm-hmm. En als je even uit de band springt, dan wordt er gezegd, je moet even naar de Kamer van Halbe komen of naar iemand. Ja. Dus dat heet op het matje. Dan werd je op het matje geroepen. En dan was het niet mals. Ja, maar niet mals, maakt u dat nou eens concreet? Nou, voor mij persoonlijk heeft dat betekend dat mij te verstaan werd gegeven van je moet nu heel snel inbinden en anders dan is het gewoon voor jou afgelopen. Ja, dat is behoorlijk intimiderend. Maar vielen daarbij nog krachttermen of... Het is alleen woordelijk, maar zodanig ook dat Halbe op een gegeven moment tegen mij zei van... zo heel indringend aankijken van
Of je bent heel intelligent, of jij hebt het echt niet begrepen. Vond u toen, bedreigend? Toen heb ik hem gewoon aangekeken. Ja. En niks gezegd. Maar vond u het bedreigend? Dat is dreigend. Ik voel me niet zo snel aangevallen. Ook niet door Halbe. Maar ik dacht van, nou, als je het zo moet winnen, dat is wel een beetje... Dat klopt niet. Ja, u slaat natuurlijk wel felle taal uit in uw boek. We hebben daarom ook de kopstukken van de VVD om een reactie gevraagd. Wat is uw reactie op het boek van Ijdeltje? Ga ik geen reactie op geven. Waarom niet? Daarom niet. Nou, weet je, ik vind als iemand teleurgesteld is over het feit dat je niet terugkomen bent in de Kamer, iedereen reageert het op zijn eigen manier af. En daar ga ik verder helemaal niks over zeggen. De kadaverdiscipline waar ze het over heeft, dat je niet iets mag zeggen dat niet door voorlichting is voorgekookt. Mm-hmm. Klopt dat? Ik zeg al, iedereen gaat met teleurstelling op zijn eigen manier om. En ik ga daar verder niet op reageren. Zij heeft gezegd wat ze gezegd wilde hebben. En ik vind het verder geen reactie waard. Ja, u bent gewoon een teleurgesteld Kamerlid. Het is allemaal niet geworden wat u ervan had gehoopt. U was ook niet echt prominent, laten we wel wezen, in debatten of in artikelen. Ja, u bent gewoon een teleurgesteld Kamerlid die de frustratie van zich afschrijft. Ja, nou, dit is een heel mooi voorbeeld wat je hier ziet van framing. Dat je dus je boodschap herhaalt. Hè. Het woord teleurstelling noem je twee keer. Dat beschrijf ik ook in mijn boek hoe dat werkt. Je pikt dus een keyword om te antwoorden op de pers. Dus dat wordt ook even kort, 's ochtends wordt dat doorgesproken, samen met de afdeling voorlichting en de beleid. En dan wordt het woord teleurstelling in dit geval gekozen als zijnde het keyword. En hoe vaker je dat herhaalt, hoe mooier het is. Ik heb bijvoorbeeld met Renske Leijten in een overleg gezeten. En toen moest het zorgfonds worden gepusht. En ik moest ontzettend lachen, want het was een overleg over dak- en thuislozen. En zij zei zo vaak zorgfonds, had er niks mee te maken. Maar ik ben het gaan turven. Ik kwam aan de 50 keer. Ja, maar bent u niet gewoon een teleurgesteld Kamerlid die de frustratie van zich afschrijft? Zo zou je het ook kunnen bekijken natuurlijk. Nou, ik ben best wel een beetje boos geweest. En ook zeker op Halbe. Maar ik heb toch wel... Kijk, ik ben er nu buiten. Ik sta buiten de politiek. En dan, ik heb even die afstand genomen om ook dat boek te kunnen schrijven. Mm-hmm. Want als je in je boosheid blijft hangen, dan heeft niemand te meer. Ja, maar goed, eigenlijk laten zij een beetje doorschemeren. U bent als Kamerlid mislukt. U bijt nu van zich af. Vindt u zelf dat u mislukt bent als Kamerlid? Als VVD-Kamerlid in het malletje gedrukt zoals de VVD dat wilde, ben ik mislukt. Ik heb zelf aangegeven, ik heb zelf afscheid genomen. Dus wat hij zegt, dat klopt ook helemaal niet. Ik heb zelf afscheid genomen en gezegd van, joh, ik hoef hier geen deel meer van uit te maken. Reken niet op mij. En is dit niet gewoon ook een beetje natrappen? Nou, zegt u het maar. Want zo kan het ook worden opgevat. Hè? U vertrekt, dan komt er zo'n boek. En dan maakt u eigenlijk de mensen in de VVD zwart. Nee, wat dit is, dit boek is gewoon een heel nuchter boek opgeschreven van hoe werkt dat nou, die macht? Hoe is dat als je vanuit het bedrijfsleven, een goede baan had ik, in de politiek verzeild raakt? Gewoon echt idealistisch. Hè? Ik wilde van binnenuit dingen ook veranderen. En ik wilde daar gewoon keihard mee aan de slag. En dan dan loop je het ene roadblock in na het andere roadblock. Omdat je in een mal moet passen waar je dan niet in past. Nee. En in die zin ben ik dus niet het Kamerlid zoals dat tegenwoordig door die grote partijen graag wordt gezien. Nee, maar had u het niet intern gewoon moeten aangeven? Heb ik gedaan. Nou, telkens werd mijn portefeuille steeds kleiner. Op een gegeven moment was ik de Mary Servaas van Binnenhof. Ja. Ik was gewoon het Kamerlid zonder portefeuille. Ja. Ik dacht, die kennen we nog niet. Nee, maar goed, dan zal de VVD zeggen, ja, ze was misschien niet zo capabel. Wellicht zullen ze dat zeggen, maar ik denk dat er meer gewone normale mensen eigenlijk in die politiek zouden moeten zitten in Den Haag. Omdat dat gevuld is met beroepspolitici die link naar de samenleving niet meer hebben. En uiteindelijk moet je bepaalde speerpunten hebben. Ik ben helemaal niet tegen een afdeling voorlichting of dat soort dingen. Ik kom zelf uit de marketing, ik weet hoe belangrijk dat is. Maar er moet wel een visie zijn. Je moet wel dingen hebben waar je mee door moet. Je moet een perspectief kunnen schetsen. Wat wilt u eigenlijk bereiken? Ik wil graag met mijn boek bereiken dat mensen die eigenlijk nu al afgehaakt zijn van de politiek, dat die dit boek eens ter hand nemen en eens gaan lezen van hoe werkt dat nou eigenlijk. En de mensen voelen dat politici in Den Haag niet werkelijk zijn, niet waar zijn. Nee, politici zijn niet waar. Wat zijn ze? Nou, je voelt gewoon dat ze glad een kunstje doen. Mensen prikken daar doorheen. Ook bijvoorbeeld Halbe Zijlstra of premier Rutte? Ja, nou nu net met die teleurstelling, weet je wel. Precies dat hele kleine fragmentje, als je dat gaat analyseren van
Hoe is dat ingestoken? Daar zit een techniek achter. Hij beheerst dat perfect door. Hij heeft gewoon afdeling voorlichting bij wijze van spreken niet meer nodig. Maar als je daar net in komt, dan kom je in dat malletje. Volg je dat malletje niet, val je eruit. Daar heb ik dat boek voor over geschreven. Van hoe is dat nou als je een normaal mens... Hè? Ik bedoel, ik woon in een dorp met hele normale mensen. Die maken zich helemaal niet druk om wat er in Den Haag allemaal gebeurt. Mensen die zichzelf zo belangrijk vinden. Hoe werkt dat nou als je daarin zit? En dat je dus wat wil veranderen en het lukt maar niet. Nee, bent u kapot gemaakt? Nee, nee. Hoe zou je het dan willen omschrijven? Hoe zou ik dat willen omschrijven? Ik denk dat het een hele goede leerschool was. Om eens een keer een andere subwereld binnen te treden, zonder angst. En wel met het hoofd omhoog blijven staan. En blijven staan voor wat je vindt. Want dan ondervind je hoe ongelooflijk een slangenkuil het is. Iedereen zegt het is een slangenkuil. Maar als je echt in die slangenkuil springt, dan voel je het pas echt. Want hele aardige mensen, hè, want hierachter, in principe persoonlijk, kan ik prima met deze mensen opschieten. Maar die veranderen in krabbers en bijters als je ze in Politiek Den Haag zet. Krabbers en bijters? Ja. Ja. Heeft u nog een boodschap tot slot voor de mensen hier achter ons? Bijvoorbeeld Halbe Zijlstra of premier Rutte? Ja, nou kijk, politiek is een beetje een product geworden. Zo wordt het op dit moment in Den Haag opgevat. En een product heeft een lifecycle. En waar de VVD nu de fout in gaat, is dat ze een beetje aan het einde van die lifecycle beginnen te komen. Maar dat ze geen nieuwe producten in de pijplijn hebben zitten. Geen visies hebben ontwikkeld. Dus op een gegeven moment gaan ze toch wel ten onder aan hun eigen succes. Want je hebt op een gegeven moment geen inhoud meer. Ja, u verwacht dat de VVD achteruit zal gaan. Uiteindelijk gaan ze, dat heb je ook bij andere partijen gezien. Bij het CDA, bij de PvdA. Okay. Het is een doodlopende weg. En het is een uitholling van je eigen partijdemocratie. En dat is echt heel kwalijk. Oké, okay, nou mevrouw Berkmans, ja, sterkte in ieder geval de komende tijd. Het boek komt uit wanneer? Morgen ligt het in de winkel. Oké, okay, nou ik wens u veel sterkte. Gaat het nu goed met u trouwens? Want u zegt ik ben niet kapot gemaakt? Of... Nee, ja, ik bedoel, dat komt bij mij niet eens voor. Want je ziet wel eens dat mensen die het moeilijk hebben in Den Haag dan ook weer moeilijk aan de bak komen ergens anders. Maar u ziet, gaat het goed met u? Ja. Nee, kijk, ik heb nu een heel ontspannen, heerlijk leven. Vanochtend zat ik nog in mijn kippenhok. Oh. En nu zit ik hier bij jou op de bank. Ja. Hoe mooi kan het leven zijn? Maar je wilt niet uw hele leven met de kippen bezig blijven, nee, toch? Nee. Ik ben bestuurlijk nu actief. Okay. Ik geef organisatieadvies, verandermanagement. Ik grijp weer een beetje terug op het leven wat ik hiervoor had. En daarnaast heb ik dan dit boek geschreven om toch een keer mijn verhaal te kunnen vertellen. Oké, okay, oud-VVD-Kamerlid Eibeltje Berkmans. En oud-lid, oud-VVD-lid. U bent ook weg als lid. Ja, okay. Ja. Dank u wel voor uw toelichting in ieder geval. En tot zover dit interview. Bedankt voor het kijken.